Geld ophalen voor het goede doel gewoon door ervoor te fietsen. Zaans Fietsen is daarmee in onze stad gestart. Het doel dat nu wordt gesteund is Reis met je hart, dat uitstapjes verzorgt voor mensen die dat niet kunnen betalen. Zaans Fietsen maakt gebruik van de telefoonapp FundRunner. En Jantine Konijn legt uit hoe die app werkt. Ja, de FundRunner app die zorgt ervoor dat jouw fietstocht wordt getrackt. En waarmee je dus je fietstocht op Facebook of Twitter kan plaatsen. En je FundRunner, het zegt al, funding voor jouw activiteit kan krijgen. En bestaat dat al lang? FundRunner bestaat al wat langer inderdaad. Er doen wat grotere partijen ook landelijk aan mee. En wij zijn nu puur regionaal gevestigd. Ja. En jullie hebben dat nu ondergebracht onder Zaans Fietsen. Voor kijkers die dat niet weten, wat is dat voor een initiatief? Ja, Zaans Fietsen is goed voor elkaar. Enerzijds stimuleert het om medewerkers of klanten fietsend naar hun werk te laten gaan. Dus eigenlijk het fietsen te stimuleren. Dat heeft ook wel een stuk bereikbaarheid, maar ook een gezondheidsaspect. Twee is het maatschappelijk verantwoord bezig zijn vanuit het bedrijf. En drie is het goede doel sponsoren. Dat is dit goede doel is Reis met je hart. En nou is het natuurlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen gaan fietsen eigenlijk voor het goede doel. Hoe krijg je ze zover? Nou, er fietsen al heel veel mensen. Dat ziet u ook in de omgeving. Dat er heel veel mensen naar de stad ook gaan met de fiets. Maar we willen ook juist de mensen benaderen die nog niet gaan fietsen. En het leuke is, en dat hebben we ook onder de mensen gevraagd ook. Die willen beloond worden om te fietsen. En de beloning is dus het geld binnenhalen voor de goede doelen. Dat geeft je een goed gevoel. Iedereen wil wat goeds voor elkaar doen. En daarnaast is het ook voor het bedrijf, wat de sponsoring binnenbrengt voor ons, een leuk initiatief. Want ze krijgen daardoor ook aandacht op Facebook en op Twitter. Dus het is ook een promotie van het bedrijf zelf. De sponsorgelden komen dus bij bedrijven vandaan. We benaderen nu inderdaad de bedrijven die dus iets maatschappelijks willen doen voor goede doelen. Maar ook een gezondheids- en bereikbaarheidsvraagstuk willen oplossen met ons. Die zeggen van, hé, ja, wij vinden het belangrijk. We hebben naast het fietsplan voor onze medewerkers, vinden ze ook belangrijk dat ze blijven fietsen. Dat willen we blijven stimuleren. Dus die vragen we in minimaal een bijdrage van 100 euro. Een rit levert 1 euro per 5 keer, dus per rit op. U kunt 2 keer per dag meedoen. Dus dan kan je 2 euro per dag binnenhalen. Nou, dat is ongeveer 10 euro per week kan je voor het goede doel bij elkaar fietsen. En het bedrijf krijgt daar per elke euro een post op Twitter of op Facebook voor. Dus het is ook heel lonend. Eigenlijk ook wel commercieel voor het bedrijf. Zaans Fietsen probeert ook enige competitie tussen de dorpskernen en de stad tot stand te brengen. Het verhaal met de dorpskernen, wat uiteindelijk is met Zaans Fietsen ook de stad in 7 dorpskernen verdeeld. Kan je ook een soort challenge erin gooien om te laten zien dat die dorpskernen tegen elkaar fietsen. Van waar worden de meeste kilometers gefietst? En dat geeft ook wel een impuls over scoring. Om dat te laten zien, inzichtelijk te maken hoe goed zijn we bezig eigenlijk met z'n allen. Zoals duidelijk is, gaat het bij Zaans Fietsen om fietsen voor het goede doel. En meerdere goede doelen komen dan in aanmerking. Nou, er kunnen verschillende goede doelen meedoen. We hebben nu gekozen voor Reis met je hart. De mensen die het financieel wat lastiger hebben om toch te zorgen dat zij op reis kunnen gaan binnen Nederland. En, dus daar hebben we nu voor gekozen. Maar het kan zo in de toekomst zijn dat er meerdere goede doelen bij komen. Ja, en dit is een Reis met je hart wordt eigenlijk heel Zaanstad bedekt. Ook, dus daar waar meerdere dorpskernen ook bij betrokken zijn. Maar ik denk het lokaal eraan dat ook krachtig is van deze Zaans Fiets, van de hele actie. Ten slotte nog wat uitleg over hoe je de FundRunner op je smartphone plaatst en hoe je hem kunt gebruiken. We downloaden de app FundRunner in de App Store. Je kiest je activiteit, dat is in dit geval fietsen, Zaans Fietsen. Dan kies je je doel, dus Zaans Fietsen. We staan hier in Zaanstad, dus je kiest Zaans Fietsen, Zaandam. Daarna staat een rijtje sponsoren, in dit geval bijvoorbeeld de Fietscoalitie, daar kiest u voor. Je start activiteit, je fietst bijvoorbeeld naar je werk toe, je stopt je activiteit en je bevestigt hem door op Twitter of op Facebook te plaatsen. En dan zie je dus meteen het resultaat. De sponsor komt in het bericht voor het goede doel en het behaalde bedrag voor het goede doel.